Deze nieuwsopname, die gaat over geschiedenis. En dan met name de geschiedenis van Noord-Amerika. En dan wil ik doorrauzen vanaf de 16e eeuw tot aan nu. Dus dan heb je het over 500 jaar Amerika samengevat. Zou mij dat lukken in... Ja, wat is jullie aandachtspannen tegenwoordig? Nou, weet je wat? Je gaat lekker achterover in je bed liggen. En je doet je oortjes in. Want je lieve vrouw, die ligt naast je en die heeft geen zin in dat gezeur. Of het is andersom. Je lieve man ligt naast je en die heeft geen zin in dat gezeur. Maar jij wel. Doe je lekker je oortjes in. Ik ga niet schreeuwen. Ik ben wel heel fel in mijn woord. Maar ik ga niet allemaal lopen roepen van... Oh, het is onheil. Zo ben ik niet. Is ook nergens voor nodig. Wij zijn geborgen... Onze lichamen lopen gevaar. Maar wij niet. Dat is erg mooi in de Bijbel. Je kan wel bang wezen voor degene die jouw lichaam kapot maken. Eerder of liever of beter ben je bang voor degene, dat is enkelvoud. Daarbij wordt bedoeld God. Als die klaar met jou is, dan is zowel je lichaam als je ziel eraan. En de angst hè, die daarbij hoort, die angst voor het lichaam, daar zit hem het venijn. De angst voor de dood van het lichaam. Dat hoort niet. Zo heeft God dat niet bedoeld. Daarom heeft hij ook zijn zoon gestuurd. Die ons verteld heeft dat er eeuwig leven is. En Christus Jezus... Dat was dan de Zoon van God in die dagen. Was dat zijn naam? Ik vind het nog steeds een mooie naam. De gezalfde Jezus. Die sprak daarvan. Het eeuwig leven. En dat, daarvoor dien je te denken voorbij je lichaam. En je dient jezelf te onderwerpen aan het woord van God. Aan de consensus, aan het contract. Daarvoor lever je wel een aantal gewoonten in. Habits. Heel veel mensen hebben een habit tot kankeren. Hebben een habit om andere mensen af te zeiken. Die hebben een habit, een gewoonte om te zeuren. Te zaniken, te zeiken, en die snappen jullie allemaal. En dan heb je de vierde zet en die heet zagen. En zagen betekent telkens opnieuw beginnen over hetzelfde onderwerp waarover we de vorige keer toch uitgepraat waren, omdat jij sorry had gezegd. In die wereld leef jij en daar hoef je niet aan te participeren. In de Bijbel staat, je bent in deze wereld en niet van deze wereld.
Daar schuilt jouw eeuwige leven. Dat, om dat te bereiken, moet je dat gaan begrijpen. En je kan nu zeggen van, oh Perry, dat is heel makkelijk. Ik ben dus gewoon in deze wereld en niet van deze wereld. En nu leef ik eeuwig. Nou, zo snel gaat dat niet. Helaas. Dat is een proces. De mensen die ik ken, die in dat proces vooruitgang hebben geboekt, hebben daarvoor het een en ander meegemaakt. Mijn dochter die vertelde me, en die is atheïst, dat wrijf ik er dan nog wel een keer in. Die is nog niet klaar met mij. Maar ze zei wel tegen mij van papi die pap. Want ja, door die hele scheidingstoestand. If the money is good. Maar de money was niet meer zo goed. Niet per se door mij niet. Mijn dochter heeft op een moment ook tegen mij gezegd van pap, het is nu wel genoeg geweest, al dat extra geld wat jij mij geeft. Ik red het vanaf hier eventjes zelf wel en ik ga wel praten met mama. Vrolijke dagen voor een moeder alleen. En zij moest dus in de rondte lopen op zo'n rijke luisschool, waarin iedereen een iPhone 73 XS13 had. En allemaal hip liepen te doen. Met een mooie kleren. Al die kinderen bij haar op school, die hadden kamers van 5 bij 6 meter. En zij heeft een hondenhok bij haar moeder van, wat zal het zijn, 3 bij 2, denk ik. 3 bij 2,5? 2,5 bij 2,5, denk ik ongeveer. Half onder de grond. En kleren, er was een tijd, ze had 1 spijkerbroek... die er modieus, modern uitzag. En de rest was te kort of te verdingest of te veel, ja. En zij zei tegen mij, pap, ik ben er best blij mee dat ik in de kantine zit in mijn oude spijkerbroek. Mijn enige spijkerbroek. Met schoenen die ik geleend heb van mijn vriendin. En een iPhone die ik gekregen heb, maar dat is maar een iPhone 4'tje. Ik kan in ieder geval bellen. En ze zei, ja, die mensen die zoveel, die kinderen, die mensen voor haar in haar klas, die in die rijke situatie zitten, die worden oppervlakkig van die rijkheid. Want ze denken dat, omdat het tot nu toe alles goed ging, dat het later ook allemaal wel goed zal gaan. Resultaten uit het verleden bieden in essentie, in principe, een garantie voor de toekomst. Maar zo is het helemaal niet. Behalve in het geval van de Bijbel, dat natuurlijk wel. Want dat is een garantie. Goed hem in de gaten te houden. En mijn dochter, die was wel blij met het feit dat zij niet al die luxe dingen had. Het maakte haar hart, zullen we maar zeggen. Zij had het idee dat dat haar een voorsprong gaf. Ik was zo blij toen zij dat zei. En ik dat hoorde. Toen dacht ik, wauw.
die andere goeie van haar was dat ze op een zo'n denkzaam moment, zo met haar duim onder haar kin en haar wijsvinger zo onder haar onderlip, zei van, ik weet niet helemaal of ik het begrip discipline ooit zou kunnen toepassen. Toen dacht ik, halleluja, prijs de Heer. Dat is zo grappig. Discipline, dat heet op zijn Hebreeuws. En het minachten van Hebreeuws is niet het beste idee. Het Hebreeuws is waarschijnlijk, als je archeologisch taalonderzoek gaat doen, de oudst leesbare, niet ambiguë, want ambigu is tweeledig of meerledig. Wat zeg je nou? Het Hebreeuws is vrij duidelijk. Grieks ook. De eerste letter van het Griekse alfabet is alfa, is dat? En de eerste letter van het Hebreeuws alfabet is alef. Een alfa betekent ook wel eerste, daar wordt het voor gebruikt. Dus de eerste letter, dat is de alfa, de A. En in het Hebreeuws is dat alef. En dat staat voor discipline. Hebreeuws is geen domme taal. Het bevat 22 karakters, letters. En elk karakter heeft een betekenis. Elk karakter is een woord. Maar toen mijn dochter die dingen zei, denk ik, wauw, dat komt wel goed. Die gaat dan wel een keer de Bijbel lezen. Nou, dat was genoeg intro. Terug naar Noord-Amerika. Wat is daar precies gebeurd? Wat ik ervan begrepen heb. En je mag mij confronteren met andere dingen die jij gevonden hebt. Wat ik ervan begrepen heb. Is dat hier in Europa wij heel erg last kregen van de organisatie die die Hebreeuwse en Griekse geschriften had verzameld en in een boek had gestopt, dat noemden ze de Bijbel, en dat deden ze in het Latijn. En Latijn is een kunstmatige taal, niet zoals Grieks of Hebreeuws. Want Grieks en Hebreeuws en andere talen ook, zoals Sanskriet en Pali of Pali, dat zijn organische talen. Die ik zelf erg mooi vind. Allemaal. Ik vind Grieks vind ik mooi. Ik vind Pali vind ik mooi. Sanskriet vind ik mooi. Latijn niet. En behalve dat ze de schriften die wij hebben ingeleverd. En die heten dan de Scriptos Receptos. De ontvangen geschriften, scriptos, dat is Latijn voor schrift. En receptos is ontvangen. To receive heb je in het Engels. De ontvangen geschriften. Zij hebben onze ontvangen geschriften vertaald in een of andere babbeli-babbeli taal. En wij maar geloven dat het allemaal goed zou komen. Nou, dat kwam helemaal niet goed. Ze hebben geïnvesteerd in die Latijnse Bijbel
en die Latijnse Bijbel gebruikt als een politiek apparaat. En wij kregen daar schoon genoeg van. Toen zijn we weggevlucht naar het noorden van Amerika, onder andere. En daar koloniën gesticht. En in die koloniën was katholicisme de dood in de pot. Was je katholiek, dan deed je niet mee, want we waren gevlucht voor die katholieken. Het is niet grappig dat je wegvlucht voor een vijand en die komt even later gezellig kennis maken. Dus oprotten met die handel. Dat ging prima. Het noorden van Amerika, dat was zo goed als leeg. Dat was wildernis. De bomen groeiden maar wat. De planten groeiden maar wat. Het was totaal niet gecultiveerd. Helemaal niet. De regen viel en de regen liep weg. De zon die scheen op gras. Waarom zou je de zon laten schijnen op gras? Waarom niet op hemp? Hennep? Hennep groeit tegen de klippen op, man. Daar kan je kleding van maken. Daar kan je van alles mee doen. Er zitten vezels in. Daar kan je een olie uithalen. Die is geneeskrachtig. En hennep. Je hebt zoveel zaadjes voor, bij één plant. En als je goed omgaat en zorgvuldig omgaat met die zaadjes. Dan heb je het volgende seizoen heb je 500 meer planten dan één. Wij hebben het land gecultiveerd. We hebben sloten gegraven, bomen omgehakt. Daar hebben we boshutten van gemaakt. En we zijn er gaan wonen. Daar hebben wij gezinnen gesticht. Daar hebben wij samenlevingen gesticht. Zonder de paus. Oprotten met die paus. Want die paus is veel te duur. En hij wil ook nog een keer allemaal nog meer gekke dingen van je. Als het me ingaat tegen de Bijbel, dan wil de paus het wel. En die sanitaire, dat sanitaire denken van toen, dat leverde economische groei op. Mensen hielpen elkander. Ze waren zich bewust van dat ze weggevlucht waren voor de paus. En nu moeten we het zelf doen. Met z'n allen natuurlijk. Dat is een hele tijd lang goed gegaan. En toen kwam de paus erachteraan. Er zijn nogal wat oorlogen geweest. En het was de paus die daartussen zat. Maar inmiddels heeft de paus in Amerika de hele boel in handen. En wat gaat Amerika dan doen? Wat gaat een regio doen die in handen is genomen, die over is genomen door de paus? Nou, die vervalt tot armoede. En die jongens, die mogen dan in het leger. Dus Amerika, dus het land van de paus, momenteel, helaas, pindakaas, heeft 900 militaire basissen over deze wereld. En wij maar denken dat het komt door de volksaard van die protestanten. Maar dat is niet zo. Die protestanten,
die naar Amerika vluchtten, hielden zich aan de 10 geboden. Dan heb je nog wat kleinere denominaties, kleinere stromingen, kleinere stromingsverschillen. Van in hoeverre is je hele leven gedetermineerd. Maar dat zijn kleinere dingen. Het verschil tussen Luther en Calvijn. Je hebt ook nog die Amish. Amish. Die Duits sprekende. Ecologische mensen waren het. En die gooiden helemaal geen bommen. Ben jij gek? Als die mensen ergens geld voor hadden, dan besteden ze dat aan landbouwwerktuigen. Een nieuwe schep. Een nieuwe ploeg. Ja, en dat levert harmonie op. En toen die paus daar binnenkwam, het is gebeurd in 1776, toen is het officieel opgetekend. Dat heet de First Amendment. En dat wordt heel vrolijk genoemd dat dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. Maar dat staat daar niet. Daar staat dat het katholicisme toegestaan is. Namelijk, iedere vorm van geloof is toegestaan. De overheid zal niet een bepaald geloof stichten, was het? Of verbieden. Nou, stichten van geloof is geen taak van de overheid. Punt 1. En een geloofsvorm verbieden. Nou, het katholicisme was niet echt verboden. Het was zo dat men het niet wilde zien. Dus niet een biljet ophangen. Het komende zondag, dan gaan we Christus Jezus opeten. Want dat is kannibalisme. Dat is viespeukerij. Dat is geloofsporno. En met de First Amendment van de Amerikaanse grondwet, de Constitution. Daar wordt de deur opengezet. En dat hebben die Amerikanen geweten. Het was 1776 dat ze de handtekening zetten. Daar waren vrijmetselaars bij betrokken. Daar waren jezuïeten bij betrokken. En vrijmetselaars, dat is een denominatie van de katholieke kerk. Vrijmetselarij, moet ik zeggen. De vrijmetselarij is een denominatie. Dat is heidens. Dus Amerika is vervallen tot heidendom. En wat doen die heidenen? Nou, die rammen daar ongezonde gewoontes naar binnen. Porno. Seks buiten het huwelijk. Drugsgebruik. En die arme jongens, die arme Amerikaanse jongens, die zijn betrokken geweest bij wat we noemen de Eerste Wereldoorlog. Terwijl er toch echt in de grondwet staat dat de Amerikanen hadden afgesproken dat ze dat niet zouden doen. Als je aangevallen wordt, dat is wat anders. Dus een oorlog, die voer je op eigen grondgebied. Tenzij je weet dat iemand klaar staat om jou aan te vallen. Ja, dan moet je van tevoren boem boem doen. Die tactiek hebben de Duitsers betracht in de Eerste Wereldoorlog. Die hebben geen meter op eigen grondgebied gevochten. Dat is de andere kant. Dat mag. Maar de Amerikanen, die zijn op boten gezet om te gaan vechten in de Eerste Wereldoorlog in België.
Maar wat hadden die Amerikanen in België te zoeken? Vormde België een bedreiging? Vormde Duitsland een bedreiging? Duitsland werd aangevallen en de Amerikanen gingen helpen om Duitsland nog verder een kopje kleiner te maken. Maar waarom? Duitsland was de bakermat van het protestantisme. Dus de protestanten die gevlucht zijn naar Noord-Amerika zijn vervolgens hun eigen volk gaan lopen aanvallen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar waarom? Snap jij hem nog? Of ben ik zo dom? Nou, dat was de paus. Oftewel de antichrist. Die heeft het hele continent voor de gek gehouden. En ze doen geloven dat de Duitsers het allerslechtste was. En daarom is het gesneden brood niet uitgevonden. Dus alle Duitsers even aan de andere kant van de kling jakkeren. En dan worden we allemaal blij. Want de Duitsers die zijn zo slecht. Oh, wat waren de Duitsers slecht? De Duitsers waren helemaal niet slecht. Hoe kom je erbij? Ze waren slecht voor de paus. Want de paus wilde werelddominantie. Die wilde de hele boel in handen hebben. De paus is een spelletje risk aan het spelen. En als die ene paus het niet goed genoeg doet, dan wordt hij vergiftigd, zoals Johannes Paulus de Eerste. En dan krijg je een nieuwe paus. En dat blijft nog steeds de paus. Zo zeggen zij dat. Die gekke heidenen. En alsof dat nog niet genoeg geweest was, hebben ze Amerika beroofd van hun eigen geldsysteem. Ook heel erg grappig. Dus elke dollar die er verhandeld werd, die moest eerst geleend worden van de katholieke kerk. Dan voel je hem al hangen. Dus een Amerikaan in die dagen, voordat de katholieke kerk dat had overgenomen, die handelde met de lokale valuta. En aan valuta was te komen door te werken. Dus als je ging werken, dan kreeg je valuta, kreeg je waarde, formele waarde. En that's it. En als je harder gaat werken, dan krijg je meer valuta. That's it. Maar toen de paus dat geldsysteem overnam, toen was het zo dat als dan de Amerikanen harder zouden gaan werken en ze dus meer geld nodig hadden, dat ze dat extra geld moesten lenen van de paus. Toen ik dat ontdekte, dacht ik zelf van wat? En natuurlijk is dat waar. Want een natie, of koloniën, of een geografisch gebied, wat zegt, nou, wij doen allemaal in de snuffel. En een snuffel is dan een zilveren munt, of het maakt niet uit hoe je het noemt. En die moeten geleend worden van de paus. Maar hoe gaan we dat terugbetalen? En we hebben 100 nodig. En de paus die wil 140 terug. Ja, waar halen we dan die 40 vandaan? Want we hadden die 100 al nodig. De paus leeft als een parasiet van economische activiteit. De paus kan je vergelijken met een lintworm. En wist je dat een lintworm de eigenschap heeft dat het de gastheer laat eten wat de lintworm lekker vindt. Dit besef, dat was al in Zuid-Amerika en ook in Noord-Amerika bekend, dat mensen die parasiet hadden, en die parasiet, dat is ongelooflijk besmettelijk, die legt eitjes
En als je feetses, je ontlasting, in aanraking komt met voedsel, op een of andere manier, ook al scheid je in de rivier, en dan ga je daarna de sla wassen in dat volgescheten water, waarvan je denkt dat het er helder uitziet, dan komt zijn eitje in de sla. En dat eitje gaat de mond in van een van de dorpsbewoners. En ja, die heeft de volgende lintworm met 1000 eitjes per maand. En wat die Zuid-Amerikaanse mensen hadden ontdekt, is dat degene die parasiet hadden, dat die afwijkend gingen eten. Dus iedereen die gekke dingen ging eten, die werd op de schouder getapt, geklopt. Van hallo, is het misschien een beter idee dat jij voortaan stroomafwaarts gaat. Dat je even buiten de groep gaat poepen. Want je eet niet goed. In het christelijk dogma heet dat Satan. Satan die infecteert jouw denken en die laat jou dingen doen, eten dus, die alleen maar gezond zijn voor Satan en niet voor jou. En jouw Satan-infectie is besmettelijk. En dat is zo. Mensen worden gek van die katholieke kerk. Dat eenheidsgeloof. En zo'n hele leuke gewoonte van de katholieke kerk is om ons tegen elkander op te stoken. Want zij zijn de Pontifex Maximus. De allergrootste bruggenbouwer. En wat ze nodig hebben, dat zijn conflicten. Want dan kunnen zij aan het werk. Maar wat doen ze dan? Dan gaan ze de Joden de schuld geven. Of wie ook maar. Hier in Nederland hebben we die man die heet Geert Wilders. En dan krijgen de Marokkanen de schuld. En van Amerika krijgen voor het gebeuren in Amerika krijgen de Joden de schuld. Ja, want de Joden die draaien Hollywood. Nee, de katholieke kerk draait Hollywood. En het is vervelend voor die Noord-Amerikanen dat ze weggevlucht zijn en ingehaald zijn door Satan. Door de antichrist. Moet je zeggen, de antichrist is de zoon van Satan. Dat is vervelend voor die mensen. En wat ook vervelend is, is dat wij zo slecht over ze denken. Vanwege die 900 militaire basissen en het gedoe in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, maak het maar af. Maar dat zijn de Amerikanen niet. Dat is de paus. Dat is de antichrist die dat doet. Dat is de parasiet. En de paradox van die parasiet is, ook voor een lintworm geldt dat, dat als jij een lintworminfectie hebt, dan ga je zo slecht eten, dan gaat je lichaam dood. En wat gaat die lintworm dan doen? Het is niet duurzaam. En hetzelfde geldt voor de paus. De paus heeft zijn hele imperie, zijn hele rijk. Zijn imperium, op zijn Latijns. Gebaseerd op de Bijbel. Daar komt zijn zogenaamde wijsheid vandaan. Die verwrongen heeft.
en gemengd heeft met begrippen als atheïsme en vrijmetselarij. En noem het maar op. Maar dat is materialisme. Dat is de paus. De paus die denkt, ik wil wel de plaatsvervanger van Christus Jezus zijn hier op aarde, maar dan wil ik wel een mooie muts. Ja, hoezo? Christus Jezus had toch ook geen muts? Heb je ooit een foto gezien of een schilderij, geen foto, maar een beeld gezien van Christus Jezus met een muts op zijn hoofd? Ja, want toen hij in Bethseba was, Bethlehem was. Oh, toen had hij een muts op zijn hoofd hoor, en dat was ook met parelen en robijnen, en dan was hij echt heel voornaam. Nee, homo. Christus Jezus, die had helemaal niks. Die had een grote bek. Hij was de zoon van God. En die paus, die doet, ik ga er helemaal van stotteren, die doet, alsof hij de plaatsvervanger is van Christus Jezus. Ja, ik ben hem. Ja hoor, ik ben hem. Waarom? In wat voor mate lijkt de paus op Christus Jezus? Wat dacht je van 0,0 broekzak? Alles wat Christus Jezus verstond, dat minacht de paus. Die pist er overheen. Het katholicisme heb je dus, vrijmetselarij, je hebt atheïsme, je hebt ook het nihilisme. En dan seks buiten het huwelijk, geen probleem. Wel een condoom, geen condoom. Ik vind dat dat geloof er helemaal niks mee te maken heeft. Heb je ergens een tekst gevonden in het Nieuwe Testament waarin iets staat dat Jezus zegt van als gij seks hebt, dan gebruikt gij lalalala. En dat mag wel en dat mag niet. Dat heeft hij nooit gezegd. Dat is jammer, maar helaas. En iedereen wil graag seksadvies en voedingsadvies. Als hij voelde zichzelf een beetje vies of zo. Dus ik wil advies. Hoe moet ik dan gaan seksen? Hoe moet ik dan gaan eten? Dat is geen taak van het geloof. Of de geloofsinstantie. Daar heeft de kerk helemaal niks mee te maken. Een goed voedingsadvies is dat je stilstaat bij Genesis 2, waarin staat dat in principe kan de mens overleven van de vruchten van planten en bomen. Zoiets, woorden van gelijke strekking. Dus je hoeft geen dieren te doden om je buikje vol te krijgen. Het hoeft niet. Nou, op het moment dat een vegetariër niet langer om wil gaan met een non-vegetariër, want die heeft gisteren op de markt een stuk koolvis gekocht en met smaak opgegeten. Namelijk ik. Maar die was niet duur of zo. Ik eet alleen maar het allergoedkoopste. En vet hou ik van. En kruiden hou ik van. En linzensoep is voor mij ook goed genoeg. Maar geen onderscheid, geen schisma doordrijven tussen bevolkingsgroepen. En dat doet de katholieke kerk elke keer. En wij zijn van dat probleem af als wij eenvoudig weg de Bijbel lezen. En dan zeg je, oh, zat het zo? Ja, zo zat het. En hou die katholieken in de gaten. Even kijken hoeveel tijd ik nu heb. Oh, ik heb 40 minuten. Ja, maar zo.
uit Zuid-Amerika. Dat is door die katholieken helemaal vernacheld. In de 16e à 17e eeuw. Ja, zo ongeveer. Met de religiones. De reduction areas. En wij hebben maar één weg omhoog. En dat is terug te keren naar de fundamenten van het katholicisme. Want onbedoeld hebben wij het fundament gelegd onder het katholicisme. Wij geloofden in die Constantijn. Want Constantijn reed de kamer rond. Constantijn had een hobbelpaard, zonder kop en zonder staart. Daarmee reed hij de kamer rond, zomaar in zijn blote. Constantijn had een hobbelpaard. Ja, dankjewel alsjeblieft. En wij hebben de ontvanger. Het enige wat die Constantijn goed heeft gedaan, is dat al die christelijke geschriften zijn samengevoegd. Dat was oké. Okay. En dat had toch wel gebeurd. Daar hadden we die Constantijn niet voor nodig. Want dat was het woord van God. Het is allemaal anders gelopen. En dat merken wij van dag tot dag. Er zit iets niet goed. De samenleving hier in Nederland, nog die in de omgeving van Nederland tot aan Zuid-Amerika, het is niet goed. Ze zijn er vandoor gegaan met het woord van God en hebben daar een rare prutsel van gemaakt, waarvan de meeste mensen zeggen, vooral degenen die katholiek zijn opgevoed, van wat een ongelofelijke bullcrap, nou doe ik helemaal niet meer aan iets van de Bijbel. Dat is precies wat Satan wil. Of Satan. Wees je ervan bewust dat als jij je Bijbel echt kent, en je hoeft niet alles te kennen, want het kan niet. Maar je kent Spreuken 15 vers 1. Ik zal hem er even bij pakken dat ik hem goed voorlees wat de consensus is. Dan moet ik even een andere browser pakken. 1 seconde. King James Online. .com, denk ik. Was het nou org? Het zal org zijn. Ja, mijn andere browser die heeft het allemaal opgeslagen. Maar die is nou eventjes busy. Oh, fuck. King James. Bible, denk ik dan. Mijn andere browser die staat vol met messages. Kom op. Work with me. Oké. King James Bible Online.org. Oké. Dit gaat goed. Pak ik Proverbs erbij. Op zijn Nederlands is dat Spreuken. En dan hoofdstuk 15. Eerste vers. A soft answer turneth away wrath. Dubbele punt. But grievous word stir up anger. Stir up anger. Zo'n zachtmoedig woord vermindert wrok. Grievende woorden. Grievende woorden. Zijn olie op het vuur. Grievende woorden helpen niet.
Er worden mensen alleen maar bozer van. Dat staat in de Bijbel. Oude Testament. De Bijbel is onze handleiding voor het leven. Voor het leven wat jij met je lichaam leidt. En als je de Bijbel begrijpt, dan vind je het eeuwige leven. Dus dan heeft de dood voor jou geen betekenis meer. Het maakt je niet meer uit. Is dat niet fijn om zo te leven? Je kan dan wel de gedachte aan een Ferrari 300 SX-E met een brunette erin die altijd meegaat, dat kan je dan gedag zeggen. Daar hoef je niet meer naar te streven. Niet nodig. Je hebt het niet meer nodig. Je hebt alleen maar een relatie met meneer Nul, die we ook wel God noemen, via Christus Jezus. En voor de rest kan iedereen je rug op. En dan ben je vrij. En dan kan je natuurlijk bij denken van, oh, maar dat is best eng. Want hoe gaat het dan met mij? Nou, de grap is, als je zo gaat leven, dan gaan er dingen gebeuren in jouw leven die jij niet verwacht. En die positief zijn. En dood ga je toch. Dus ja, een beetje dramatische dood, net als Christus Jezus. Nou, dat maakt indruk. Je hebt ook de non-dramatische dood. Dat wil ik graag. Ik wil non-dramatisch aan de andere kant gaan staan. Don't cry for me, Argentina. Dat zou echt het allerstomste idee zijn ter wereld. In mijn persoonlijke ogen. Want ik heb een fantastisch leven gehad. En niet door mezelf. Ik ben geholpen. En wij moeten terug met z'n allen naar dat besef. En dan toch maar de Bijbel gaan lezen. En kijken wat er staat en wat het voor jou betekent. Wat denk je van het boek Hosea? Wat een moraliteit zit daar niet in. Ik vraag het aan jou. Hoe wij een leven kunnen leiden en met z'n allen schouder aan schouder teruggaan naar het paradijs. En dat we tegen de Eva, eerlijk toegeven, en ja, ik was eigenlijk in die dagen dat het fout ging ook niet helemaal oké. Dan zijn we terug. Dan ga je hier in Arnhem alle balkons gooien vol met planten, struiken en whatever. Alle stadstuinen, die nemen we in. Dan gaan we aardappels poten. Alleen voor de gein, want in de stad kan je natuurlijk geen agrarisch bedrijf beginnen. Maar je kan het wel doen in de stad. Courgettes, die groeien hier in Arnhem tegen de klippen op, hoor. Als je dat een beetje weet te doen. Wortelen kan je hier laten groeien, is geen probleem. Een goed contact met het achterland. En voor mijn part gaan we net als vroeger weer met de hondenkar. Met de opbrengst van de oogst. De hondenkar naar Amsterdam. Ja, maar Perry, dat kan niet hoor. Nou, het kan wel.
Het kan wel. En daarvoor hebben wij hulp nodig en die komt. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Voor zover wij goed zijn, laat God ons niet in de steek. God is net als een bankier die enorm veel geld gepompt heeft in een onderneming die nog steeds verlies draait. Maar als hij de stekker uit het stopcontact trekt, dan is hij zijn hele lening kwijt. Wij hebben schuld bij God. En God heeft in ons geïnvesteerd. Wij hebben schuld bij hem. Omdat wij schuld hebben, laat hij ons in leven. En als we geen schuld meer hebben, laat hij ons ook in leven. Ook nog een keer. Dat is onze relatie met de oorzaak van de soepzooi. En Amerika nu, om dan terug te keren, ik ga afronden. Ik zit bijna tegen het uur aan. In Amerika is het goed begonnen. En momenteel gaat het niet goed met Amerika. De paus is daar volop bezig met schietpartijen op school. Wat is dat? Schieten op school? Met een wapen? Een vuurwapen? En dan gaan ze oplossen door de leerkrachten ook allemaal een vuurwapen te geven. Ja, dat is het antwoord niet. Het antwoord is het verplichte onderwijs afschaffen. Jezus heeft nooit gezegd, gij zult 5 dagen per week naar school gaan. Dat staat ook niet in het Oude Testament. Christus Jezus heeft wel gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Ja, maar niet verplicht. Snap je? In Amerika hebben ze nog het recht om, het heet thuisscholing te doen. Homeschooling. Thuisonderwijs. Sorry, thuisonderwijs. Dat kan je afdwingen. Dan moet je van een bepaalde geloofsstroming zijn en of je geen mogelijkheden hebben. Moet je nog een formulier invullen. En dan mag je je eigen kind lesgeven. Ja, liever doet de paus dat. De paus wil niet dat wij onze eigen kinderen gaan vertellen hoe het zit. Dat doet hij wel. Ja, want wij zouden kunnen vertellen dat die paus om en nabij 500 miljoen slachtoffers op zijn geweten heeft. En tegenwoordig is 500 miljoen, maar 500 miljoen, dat is 0,5 miljard van de 7 miljard. Dus we denken van, wow, dan heeft de paus nog wel wat af te slachten. Ja, het punt is dat in de tijd dat de paus die slachting deed, toen waren er minder dan 7 miljard mensen op deze wereld. En ga er maar vanuit dat die paus die gaat doorrachen. Ze willen zoveel mogelijk amok. Ze willen zoveel mogelijk ruzie. De MH17 hier in Nederland. Er zijn ook een aantal mensen bij gestorven, denk ik. Of merkwaardig verdwenen. En die paus gaat maar lekker door. En die angst die die man met zijn organisatie, of die organisatie met zijn man,
Want wanneer krijgen wij de eerste vrouwelijke paus? Well, that'll be the day. Want in de Bijbel staat dat in de kerk houden de dames hun mond. En dat vind ik zelf, ik zou dat willen uitbreiden als ik dan toch een beetje de antichrist mag uithangen. In de letterlijke zin van het woord. En ik zou zeggen, op het werk ook. Dus niet alleen in de kerk, maar ook op het werk. Houden de dames hun mond. En laat die mannen maar met de kop tegen de muur aanlopen. Zo heeft God dat verzonnen. Daar kan ik toch niks aan doen? Ik kan er toch niks aan doen dat ik op basis van mijn empirische, dus letterlijk waargenomen gebeurtenissen, waar ik met mijn neus bovenop stond, heb gezien dat mannen en vrouwen verschillend zijn. En dat hadden ze in het protestantse Amerika retegoed onder controle, in begrip, in bevatting. En de economie, de samenleving, het beschikbaar zijn van groenten ook als de winter er is. En dan moeten die vrouwen moeten maar de spersiebonen in het zout stoppen. Want we moeten in december ook eten. Want we zitten op het noordelijk halfrond. En dan gaan die vrouwen maar de boel inpotten. Die mogen toch ook dingen doen, een beetje helpen, peut-être. En dat was Frans. Sommige dingen in het Frans vind ik wel leuk om te zeggen. Peut-être. Misschien op zijn Nederlands. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren, mensen. Ik stel het erg op prijs dat jullie je mening over Noord-Amerika en de Noord-Amerikanen en die Hollywood-ellende en die militaire basissen en al dat gedoe met Barack Obama die een vlieg vangt met de camera erbij. En die arme vlieg, die is er nog wel losgelaten ook, denk ik. Misschien hadden ze die vlieg wel half verdoofd. Dat hij langzaam vloog, zodat Barack Obama die vlieg kon pakken. Het zou mij niets verbazen. Maar dat is heidendom. En heidendom heeft nog nooit iets goed gebracht. In het oude convenant. Daarin heeft God door Mozes laten zeggen, slacht ze af. Zeg tegen jouw volk, slacht ze af. Gewoon killen. Dat God tegen Mozes zei, van ja, niet alles is goed gegaan. En dat en dat en dat. Slacht ze af. Dan doe jij en je volk nog iets nuttigs. Want niet alles wat... Niet iedereen begrijpt het woord van God. Er zijn van die idioten en die denken, nou, ik ga de promiscuïteit en seks buiten het huwelijk even nog opnieuw uitvinden. Want het is zo lekker. Dat is niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling en dat zal de bedoeling niet zijn. En dan kan je zeggen, ja, maar dan mag ik geen porno meer kijken. Nee, dat mag je ook helemaal niet. Wat is er van onzin? Ga naar de sauna, daar zie je ook blote mensen. En ik kan het weten, want ik heb ontzettend veel porno gekeken. Bestudeerd. Zullen we maar zeggen. En het is bagger. Allemaal. Bagger. En wij zijn geen bagger.
Het is wel leuk om nog even af te sluiten met een mop. Om de humor erin te houden. Weet je hoe de Groningers geschapen zijn door God? Ik geef je even 20 seconden. Hè? Nou, Groningers, dat is een apart volk. Dus, hier in Nederland, zij praten geen ABN. Geen algemeen beschaafd Nederlands. Het is een apart volkje. Die wonen rechts van de Friese, vanuit Arnhem gezien. En die Friese, dat is dat pre-Engels, zullen we maar zeggen. Maar die Gunningers, hun eigen wijze. En het is zo leuk dat ik erbij aanwezig ben geweest, dat er zo'n dorpsfeest was op de grens tussen Friesland en Groningen. En er brak een vechtpartij uit. Tussen de Gunningers en de Friese. Ja, mooi man. En hoe zijn die Groningers nou gekomen? Dat werd een heel apart verhaal. Dus God, die zag al die meuk daar, die modder. Maar Groningen is ontzettend veel modder. Daar hebben ze ook dat begrip terp uitgevonden, dat ze al hun afval gingen opstapelen. En bovenop dat afval, allemaal oude stenen, maakt niet uit, allemaal rotzooi. Dan heb je een verhoging, zodat als het water omhoog komt, dat jij nog droge sokken hebt. Want je woont op een terp. Nou, dat volk dus. Ja, in die tijd dat de Groningen nog geschapen moest worden en er geen terpen waren, was dat alleen maar modder. Bagger. Zoute bagger. Vanuit de Waddenzee. En God, die denkt, oh, kom op. En die trekt zo die Groningen uit de bagger, uit de klei, omhoog. Hè? En die Groningen, die kijkt zo om zich heen en die ziet God staan. En die zegt, ga van Milaan af. En zo moeten wij zijn. Want het is ons land. En niet het land, de hele wereld, het hele universum is van God. Maar het is ons land. En wij willen ons land. Lebensraum. Dat is een begrip van Adolf Hitler, denk ik. En dat klopt. Ruimte tot leven. En geen rare toestanden dat de kerk de baas is van de staat. Want dan ben je de ehol. En dat staat in de Bijbel. Wat moet ik nou mijn longen eruit gaan schrijven? Daar heb ik helemaal geen zin in. Nederland is van ons. En de paus die kan mijn rug op. Toch? Wat heb ik te maken met die wereldpolitiek? Iedereen moet zijn tv onmiddellijk naar buiten gooien, bovenop het hoofd van een toevallige voorbijganger, en die blijkt dan whatever, wat gedaan te hebben. Dan flikker je tv gewoon de deur uit. En ga een Bijbel lezen. Ik ga op zo'n hamburgers. Ga ik iets zeggen? Ik heb een nieuwe. Tag, Liebeling. En tschüss.